Chinese technologiebedrijf Airtrade. Nu eerst... Macro met Mujagic. Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met cijfers over de economische groei, of kan ik beter zeggen, krimp van de eurozone. Ja. Komt niet of nauwelijks van zijn plek, hè. Eurozone, krimp van 0,1%. Op kwartaalbasis. Kwartaalbasis voor de hele EU met pijn en moeite, plus 0,1%. Ja, het is niet best. Het loopt niet over, inderdaad. Groei vertraagt heel duidelijk. Als je naar wat vooruitlopende indicatoren kijkt... Dan wijzen die er heel sterk op dat het de komende maanden... en misschien wel de komende kwartalen niet veel beter erop gaat worden. Dus we zitten nu in zo'n periode van economische malaise, Thomas. Het enige goede hieraan is dat het wel... de strijd tegen inflatie maakt wat makkelijker, want dit remt, als het goed is, inflatie straks af. Als je naar de verdeling van die groei kijkt, we hebben aan de ene kant Duitsland en Oostenrijk, bijvoorbeeld als landen waar de economie echt gekrompen is. Daartegenover Frankrijk en Spanje, waar de economie wel iets is gegroeid. Dus het is een beetje zoeken naar goede cijfers. Maar met Duitsland noem je wel de grootste economie van bovendien, Europa. We hebben het nu over de eerste schatting van Eurostat, die is gebaseerd op heel weinig data eigenlijk. En ook op gegevens van 11 van de 20 eurolanden. Op 14 november krijgen we de volledige cijfers. Dus dan gaan we ook te horen krijgen waar die groei of gebrek aan groei vandaan komt. En die samenstelling is heel belangrijk. Want als we bijvoorbeeld kijken naar de groei in de VS, waar in het derde kwartaal de economie 4,9% is gegroeid. Ja, gewoon bijna die 5% aan inderdaad. Ja, dat is vooral door de consumptie gekomen. Maar er is iets anders, Thomas. De manier van hoe ze de groei meten in Amerika wijkt iets af van hoe de groei hier gemeten wordt. Onderzoeken uit het verleden die komen stevast tot de conclusie dat de Amerikaanse manier de groei een beetje beter weergeeft, een beetje vertekend als het ware, iets hoger voorstelt dan die is. Als ze in Amerika dezelfde rekenwijze als Europa zouden hanteren, zou het wat lager zijn. Maar er is nog iets belangrijkers. Het gaat namelijk ook om de manier waarop je het cijfer rapporteert. En dat doen we echt heel anders. Kijk even naar die min 0,1% nu in de eurozone en 4,9% in Amerika. Dat verschil is gigantisch, hè? Maar in Amerika doen ze iets wat geannualiseerde groei heet. Dus ze nemen de groei op kwartaalbasis, zeggen nou, als de groei komende kwartalen zo blijft, dan zou de jaargroei zo zijn. Betekent dat je eigenlijk dat Amerikaanse cijfer moet delen door 4. Dus kwartaalgroei in Amerika was niet 4,9%, maar volgens de Europese rapportagenormen is die 1,2% geweest. Nog steeds veel meer dan hier bij ons, maar het verschil is wel een beetje kleiner. Dat is dan ook nog een beetje opgepoetst, zeg je. Amerikaanse groeicijfers worden door deze methodiek, die echt in Amerika toegepast wordt, veel mooier voorgesteld dan die er zijn. Als je ze wilt vergelijken, moet je dus niet vergelijken 0,1% bijvoorbeeld bij ons versus 4,9% in Amerika. Nee, het is 0,4% versus 4,9 of 0,1 versus 1,2. Het verschil is wel veel kleiner dan ineens. Edin, we gaan terug in de tijd. Ik weet dat je van historie houdt. Ja. Maar we houden het een beetje bescheiden deze keer. 1 november 2019, wat gebeurde er toen? 1 november 2019 is de eerste werkdag geweest van Christine Lagarde als president van de ECB, Thomas. Ze werd toen aangesteld voor een periode van 8 jaar. En sindsdien is jouw leven niet meer hetzelfde. 4 jaar zijn voorbij, dus zij zit halverwege haar termijn. En dat lijkt me toch een goed moment om een beetje een soort fictieve verslag op te stellen van als je een soort functioneringsgesprek met haar zou hebben. En laten we dan starten bij wat het toch meest voor de hand ligt. De ECB heeft één taak, zorgen voor 2% inflatie. Toen ze aantrad was de geldontwaarding 1%. Nu is het ruim 4%. In de afgelopen 4 jaren is de totale inflatie komt uit op 18,4%, Thomas. Nou moet ik er meteen even bij zeggen, er zijn wat verzachtende omstandigheden voor haar. Want ze heeft natuurlijk te maken gehad met dingen die je van tevoren niet kon zien aankomen. Coronapandemie, oorlog in Oekraïne. Ze wordt ook voor een deel gesaboteerd door de overheden van de eurolanden. Want elke keer als de ECB de rente verhoogt om de vraag af te remmen om inflatie aan te pakken, gaan de overheden de burgers daarvoor compenseren. Dus je bent echt je eigen centrale bank aan het saboteren.
Alleen als je dat allemaal samen neemt, Thomas. Er zijn toch een aantal zorgwekkende dingen in die 4 jaar vast te stellen. Eén is, ze heeft het natuurlijk heel vaak gehad over waarom de inflatie. En het ging bijna nooit over de invloed van het beleid van de ECB. Het was altijd de oorlog in Oekraïne, of goed weer, of slecht weer, of wat dan ook. Terwijl bijvoorbeeld de inflatie is zeker 7 maanden voor de oorlog in Oekraïne duidelijk begonnen op te lopen. Overigens zegt ze nu volgens mij in de Financial Times van maandag, meen ik uit mijn hoofd, of afgelopen weekend, dat ze eerder had moeten beginnen, hè, met terugwerkende kracht. Ja, ik vind dat heel goedkoop, want de ECB is de centrale bank die heel lang is blijven geloven in het sprookje, niks aan de hand, het waait allemaal over. Ook toen andere zusterinstellingen al lang afscheid hadden genomen van dat sprookje en bezig waren met het verhogen van de rente. Dus Ik had eerder moeten beginnen. Je zou ook kunnen zeggen dat is reflectie. Je had ook op dat moment kunnen kijken naar een Bank of England, een Amerikaanse Fed. Die waren echt veel eerder tot conclusie gekomen. Het waait niet over, het is niet tijdelijk en we moeten er nu iets aan doen. Moet je Lagarde in dat fictieve functioneringsgesprek enkel en alleen afrekenen op inflatieontwikkeling? Of zijn er nog andere zaken waarvan je zegt, heeft ze goed gedaan of minder goed gedaan? Kijk, je moet afgaan op wat de taak van de ECB is. En de taak van de ECB is zorg voor lage inflatie. En wat ik persoonlijk ook niet al te sterk vind in haar 4 jaar is dat ze heel veel aandacht heeft gehad voor allerlei politieke zaken. Als je naar haar toespraak kijkt, een relatief klein deel ging echt over monetair beleid. Ik kwam er heel veel toespraken tegen, of interviews tegen, over klimaatbeleid, over hoe de Europese Unie ingericht moet worden, hoe de eurozone ingericht moet worden. Hele belangrijke vraagstukken. Begrijpen die verkeerd. Maar daar hebben we gekozen politici voor. En niet is natuurlijk ook van oudsher een politicus. Ja, van oudsher. Zij is nu de klonk al bij haar benoeming. Zij is nu de president van de Europese Centrale Bank. Die centrale bank heeft 1 taak. Monetair beleid voeren. Om ervoor te zorgen dat de inflatie laag is. Inflatie is niet laag. Inflatie is zeer hoog. De voorspellingen van de ECB zeggen tot en met 2025 blijft de inflatie te hoog. En ondertussen blijf je bezighouden met hele politieke zaken. Dat is geen goed gedrag van een centrale bankpresident, Thomas. Edin Mujagic, dankjewel. Tot morgen. Blik op de wereld. De blik op de wereld komt vandaag van onze buiten.